Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Stephanie. Happy birthday to me. Wow, fucking 22. I can't handle this shit. Oké. Ik ga proberen de kaarsjes uit te blazen in één keer. En dan mag ik een wens doen. Oké. 3, 2, 1. Oké, wens. I'm done. En ik ga niet zeggen wat, want dan komt het niet. Oké, maar goed. Wauw, vandaag 19 september. Ik ben jarig. Alweer. Een jaar gaat zo snel voorbij, jongens. Ik herinner me mijn vorige verjaardag nog als gisteren. Nu zit ik hier weer. Maar ja. Ik, ik ga even hier de kaarsjes aan de kant leggen. Want ik had het leuke idee om vandaag dus een soort van live video te doen. Ja, live. Ik wou het live doen. Laten we het ons daarop houden. Maar dat ga ik dus niet doen, omdat ik niet de juiste apparatuur daarvoor heb. En dan versta je me waarschijnlijk de helft van de tijd niet als ik via webcam opneem. Kwaliteit is slecht. Dat willen we gewoon niet. Dus, mijn idee was... Ik ga het even hier parkeren. Mijn idee was om me live te gaan opmaken voor jullie. En gewoon even een praatje te slaan met hoe het gaat met mij vandaag. En hoe dingen lopen en alles. Dus let's go. Ik zie het er niet uit trouwens. Mijn haar is echt weer disaster. Het is ook maandag. Maandag is chilldag. En dan don't care hoe ik eruit zie. Vandaag is dat eigenlijk iets anders. Maar normaal maak ik me op maandag ook niet op. Maar ik ga het nu wel doen. Want ja, het is gewoon leuk. En zo zien jullie ook nog een keer mijn daily make-up routine en alles. Het is alleen maar voordeel. Yay. Maar goed, ik ben dus 22 geworden vandaag. De dag begon eigenlijk een beetje slecht. Vannacht dan al. Ik deed hetzelfde met de kaarsjes hier. En met Sid via FaceTime. En dat was echt leuk. En ik was helemaal excited van, het is bijna 12 uur. En yay! Maar toen kwam mijn moeder binnen en die was een beetje boos omdat ik een muziekje aan had staan. Wat volgens mijn gevoel niet heel luid was. Maar ja. Dan was de sfeer een beetje weg. Dus de eerste 5 minuten van mijn verjaardag heb ik al moeten huilen. Maar het gaat nu wel goed. Yay. Ik werd wakker van de pings op mijn telefoon. Ik kreeg echt super veel berichtjes binnen. Via WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter. Echt. Instagram zitten er ook een paar tussen. Snapchat. Echt, dank jullie wel allemaal als jullie kijken. En ik heb ook iedereen denk ik wel persoonlijk bedankt intussen al. Via de media waarop ze gestuurd hebben. SMS heb ik ook er een paar gekregen. Mijn oma heeft ook gebeld. Super lief. Maar ja, alsnog. Waarschijnlijk zullen er hier onder de video ook nog verjaardagswensen komen. Dus ik zeg meteen al dank jullie wel. En ook voor de mensen die gewoon op andere medium gestuurd hebben. En die ik niet persoonlijk zou bedankt hebben. Dank jullie wel. Ik heb trouwens nu Hydra Vegetal gebruikt. Oogcrème. Ik ga ook een beetje vertellen wat ik gebruik. Want dat doe ik veel te weinig. Maar ja. De Stay All Day ding is van Prime and Fine beter. Stay All Day, dat is Essence. Prime and Fine van Catrice. Een beetje zonnecrème. Oh, ik ga wel misschien niet naar buiten vandaag met boeien. En de Karen Herzog dagcrème vitamine H. Ja, die heb ik nog steeds. En hij begint bijna leeg te komen. Ja, het is echt een grote pot. Die zat bij Duty Box en het is een hele dure crème, want ik heb al verteld dat Kate Winston, nee, Middleton, ja, denk ik, van Engeland daar, die gebruikt hem ook en die is er helemaal fan van. Ze had dus een Duty gestoken, maar zo'n grote pot. Dat is echt, oh. Maar goed, we gingen het over mijn verjaardag hebben. 22 ben ik geworden. Hoe voelt dat? Mijn oma vroeg het ook van, hoe voelt het nu met een jaar erbij? Goh, hetzelfde als
gisteren. Ik denk een jaartje. Op, zeker de eerste dag voel je dat gewoon nog niet. Dat het erbij is. Het is gewoon een dag als een andere. En jee. Al heb ik mijn verjaardag vorige week ook al een beetje gevierd. Toen was ik met Sid naar Den Haag geweest. Heb ik super lieve cadeautjes van haar gehad. Wat zat daarin? K3 show DVD. Een beer. Boekje. Fuck. Ik kan het nog niet vergeten. Make-upjes. Ik vergeet dingen. Oh, lieve schattige oorbelletjes met Anubis oogje erin verwerkt. Ja, en ook dingen. Ik vergeet dingen, dat is heel slecht. Maar het is al een week geleden. Mea culpa. Maar het was echt super lief. En heel leuke cadeautjes. En, yay. En ik heb ook al... Wow. Toe. Ja. Ik heb ook al een cadeautje van mijn moeder gekregen. Die heb ik zaterdag gekregen. Deze Ice Watch. Die staat hier. En ook de cadeautjes van City heb ik al maandagavond meteen opgeborgen. Dus die kan ik iets moeilijker laten zien. Maar de Ice Watch is van mijn moeder gekregen. Super lief. Al had ik liever bij voorkeur een horloge met diamantjes. Ik ben overal blij mee. maar ja. En verder heb ik nog niet echt cadeautjes gekregen of kaarten. Kan ik dus nog niet laten zien. Ik had echt gehoopt dat ik zowel wat kaartjes zou gekregen hebben. En het is trouwens Essence Match de Cover Concealer. Ja, maar die heb ik nog niet gekregen. Ook gewoon omdat zoveel dingen digitaal gebeuren tegenwoordig. Ik heb net ontbeten ook, sorry als mijn stem wegvalt. Maar ja. Ik denk de tijd van de wenskaartjes, dat die echt voorbij is. En ja. We moeten ermee leren leven, jongens. Toe, ga erin. Dankjewel. Ik heb ook mijn kwasten gisteravond allemaal gewassen. Zodat ze mooi waren voor vandaag. Ja, ja. Ik denk overal, hè. Trouwens, op mijn werk heb ik bewust niks gezegd over mijn verjaardag. Ze weten het wel dat ik in september jarig ben, maar ik hou daar echt niet van als gewoon in real mensen mij gaan feliciteren en zoenen geven. En nou, daar ben ik echt geen fan van. Dit is mijn foundation pot trouwens. Nee, ik ben ook met oud en nieuw en zo. Ik haat al dat gekus en geklef zo, hè. Oh man. Ik ben meer voorstander van knuffels geven dan van echt dat gezoen de hele tijd. Dan ben ik echt, joh. Altijd dat kwijlen. Nee, niks voor mij. Daarom, ik ben echt een knuffelpersoon. Mag je aan Zit vragen, die kan dat echt die kan dat beseffen. Nee, bevestigen. Wauw. Dat ik dat echt ben. Wat ga ik verder vandaag nog doen? IDK. Ik ben alleen thuis. Tot vanavond. Ik weet niet wat ik ga doen. Misschien even naar de winkel of zo. Iets halen nog. Als ik daar zin in heb. En ik denk gewoon genieten van het feit dat ik hier alleen ben vandaag. En even een dagje rust heb. En ja. Dat gaat het fijnste zijn. De 11e dan correct in paren met dikke pen. Wauw. Maar ja, dat ga ik dus doen. Genieten. Verder werken aan filmpjes. Want gisteren is de eerste Anubis compilatie online gekomen. Van seizoen 1. En ik ben het dus van plan om dat eigenlijk van alle seizoenen te gaan doen. Seizoen 2 deel 1 is nu al geknipt en geplakt. In elkaar geplakt, zeg maar. Maar ja, nu moet nog deel 2 en dan... 3, deel 1, deel 2 en 4 nog. Dus hier. En daar kruipt al wat tijd in. Dit is de iOS lipbalm in IDK de rode. Maar ja, daar kruipt dus heel veel werk in, geloof me. Eerst moet ik alle afleveringen snel doorgaan om te kijken of er überhaupt materiaal in zit in die aflevering. Dan moet ik al die afleveringen inladen in Movie Maker. Dan daar weer alles knippen, versnellen, geluid weglaten, bij sommige geluid onderzetten.
Jeez, mijn stem. Wauw. Oh, dit is echt irritant. Mijn stem valt weg. Sorry. Wauw. Maar ja, dus dan weer muziek eronder zetten, ook als alles dan klaar is. En dan daar nog een keer zien dat de geluidsfragmenten die ik erin laat en de muziek overeenkomen met elkaar. Dus ja, dat is kut. Dat is kut dat dat zoveel werk is, maar ik doe het graag. En het is allemaal naar aanleiding van volgende week, 10 jaar Anubis. Dit was trouwens de Powder Matte Blush van Catrice. Die nieuwe blushballen in de nummer 20 Coco Coral. En nu ga ik de Boho Terracotta bronzer gebruiken. Maar ja. Toen ik dacht over deze video, zeg maar van dat ik besliste van ik ga hem de dag zelf opnemen, dacht ik van ik ga vertellen hoe ik me voel en ja, van alles. Maar daar heb ik nu geen behoefte aan ofzo. Ik kan ook niet meer zeggen nu voor mijn gevoel van dan ik ben blij en meer niet. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, dat is echt slecht. Deze Catrice highlighter ga ik nu gebruiken. Dat is een limited edition, niet meer te koop. Verder in mijn leven gaat alles wel goed hoor, trouwens. Ja. Ik heb het gevoel dat ik weer grotendeels positieve vast heb, want het was een tijdje geleden wel anders. Ik heb even in een heel negatieve periode gezeten. Maar het komt er weer een beetje bovenop nu. Daar ben ik wel blij om. Ik had niet gedacht, het klinkt heel slecht en cru en alles, maar ik heb er lang over gedacht dat ik mijn 22e verjaardag niet ging vieren. Ja. Yeah. So sorry. Klinkt heel hard allemaal, maar als ik me gewoon heel slecht voel, dan zie ik het leven echt somber in en wil ik er gewoon mee stoppen. En ja. Yeah. Maar kijk, ik ben er nog. Hey. En ik ga niet meteen weg. En het gaat nu weer heel goed. Nou, het gaat 80% goed. Let's het ons daarop houden. Er zijn wel wat dingetjes nu in verband met werk en moeders en van alles. Maar ik zeg het gaat op zich wel oké vandaag en afgelopen dagen. En het ding bij mij is dat mijn fantasie het soms overneemt van mijn echte leven, zeg maar. Dan zit ik in mijn hoofd met heel veel dingen, maar dat is dan fantasieachtig en dan neemt dat soms de bovenhand. Als ik alleen ben dan en niet gewoon als ik op mijn werk ben, dat ik ineens een heel ander persoon word. Maar dan zit ik er thuis net denken over verhaallijntjes en zo die ik kan uitwerken nog. En ook zeker als ik aan Anubis kijk en zo. En dan durft die hersenspintels, dinges, het soms een keer overnemen van mijn zuivere geweten. Goed. Ik ga even oogschaduw pakken. Dat was de NYC Cityproof 24 Hour oogschaduwbasis. Dit is echt de beste. Ik zeg het ook in de opgemaakte altijd. Ik heb er al heel wat opgemaakt daarvan. Het is echt goed. En de Eyebrow Potlood van Catrice in 20. En de Eyebrow Gel van Hema in de middelste kleur, denk ik. Even oogschaduw pakken. Ik zit hierachter gewoon. Mijn nieuwe opbergsysteem. I love it so much. Echt. Wauw. Top. Want alleen als ik zo, zeg maar zoals nu, heb ik een paar paletjes eruit gehaald. En dan is het altijd zoeken van, oh ja, waar zat het ook al in? Nu vind ik ze nog vrij snel. Deze is wel mooi. Ik ga met deze MUA een oogschaduwlook maken. De MUA Extreme Metallics in Celebrity. Oh, mijn neus kriebelt. Oeh, ik kan daar zo last van hebben, hè, dat er zo iets op het puntje hier van mijn neus jeukt. En dan word ik er een beetje gek van. Maar goed. Kwastje. Heb ik nog iets te vertellen? Ik weet het niet. Het is slecht.
Ik vind het echt heel slecht van mezelf dat ik een praatvideo wil maken en dat ik dan niet meer weet wat te zeggen. Gewoon, alles gaat goed. Ik heb niks om over te praten. En ja, over vandaag mijn verjaardag. Dat het een beetje anders loopt dan ik had gedacht in het begin dan, maar dat het nu wel weer goed gaat. En ik ga chillen en ik heb geen plannen. Dus dat, mijn vrienden wonen gewoon allemaal zo ver weg. En dat is kut, want anders was ik met hun iets gaan doen. Of vooral met zitten dan, weet je. Dan zou je zeggen van, kom, we gaan deze middag ergens heen en iets leuks doen. Maar ja. En echt afspreken vandaag was een beetje lastig, want ik heb de afgelopen weken al best vaak in Nederland geweest. En ja, in de zomer had ik zeg maar, als ik op 4G ging in het buitenland, dat alles in mijn binnenlandse bundel kwam. Maar nu is dat dus weer voorbij. Nu heb ik maar weer 100 MB per maand in mijn buitenlandse bundel. En ja, dat is er echt in een terugreis van Rotterdam naar, van Den Haag naar Roosendaal eigenlijk ongeveer, is er toch snel al 60% doorheen, zie je. Dus ja. Dat is een beetje kut. Ik heb nu nog 30 of zo, denk ik. 36% erin zitten. En daar kan je wel nog wat mee doen. Maar ja. Je snapt. Dat is niet genoeg voor één keer nog heen en terug te gaan. Trouwens, de laatste keren in Nederland waren echt traumatische ervaringen. De eerste keer was vorige week maandag met dit. Nou ja, het begon eigenlijk al deze zomer. Dan heb ik al de eerste keren kut zo gehad met de treinen. Toen zat ik vast bij Utrecht, moesten we terug naar Amersfoort. En vanaf Amersfoort ben ik toen naar Schiphol gegaan. En zo richting huis. Dat was toen ik van zit kwam de laatste keer. Dat was disaster nummer 1. Tweede was dan gewoon een beetje binnenlands gedoe, denk ik. Dat was ervoor zelfs nog, dat we naar zee gingen en dat we in Gent vast zaten weer. Omdat er in Lichtervelde, ja, Lichtervelde, wat we toen ook in Plopsa hadden, dan zaten we daar ook vast, dus. Maar nu zat onze trein in Gent ook vast, in Lichtervelde, waardoor we ook niet naar huis konden. Dan vorige week was er een... Nee, eerst ook op... Toen we op vakantie waren... Wacht, ik vergeet dingen. Toen we op vakantie waren, was er al problemen tussen Lage Zwaluwe en Dordrecht. Dus dat is mijn lijn als ik naar huis moet. Ik ga via Den Haag, zeg maar, dan Rotterdam, Dordrecht, Roosendaal en zo België in. Dus toen moest ik al een trein later pakken. Dan vorige week met Zit was er weer op dat traject gedoe. En toen ging ik dus woensdag met mama ook naar Den Haag. En toen was er alweer gedoe. Toen zaten we op de internationale trein. We waren Dordrecht voorbij. Stoppen we ineens bij station Zwijndrecht, waar het hij nooit stopt. Hij blijft daar staan. Zegt hij van ja, we hebben een rood sein. Geen probleem, we kunnen zo verder. Ineens loopt de conducteur helemaal naar het begin van de trein. Zegt iedereen moet naar voren. We moesten allemaal van de trein af. Zwijndrecht was ineens eindstation. Want er was tussen Rotterdam en Zwijndrecht een ongeluk gebeurd. Naar het schijnt met een bus dan uiteindelijk. Ik weet niet of het waar was. En toen hebben we dus met de taxi van Zwijndrecht naar Rotterdam Centraal geweest. En dan met de trein zo verder naar Den Haag. Gelukkig konden we de taxikosten delen met een ander koppeltje die in de trein zat. Die moesten naar Rotterdam Blaak, maar die vonden het dan wel oké om eerst naar Centraal te gaan, omdat ze dat sowieso van plan waren. Dus ja. Was weer een heel gedoe. En 's avonds was het dan nog. En dan... Ik ben nu bang om met de trein te gaan. Punt. Echt, 2016 is echt niet mijn jaar om met de trein te gaan. Gewoon niet. Ik heb alleen maar ellende nog gehad. Nou ja, 2015 ook, want dan was Lichtervelde drama en zo. Dit Mac Fix Plus. Maar ja, we leven nog, weet je. Zolang ik nog thuis kom en mijn treinen haal, vind ik het allemaal best. Dat ik dan een beetje vertraging heb of I don't care. Maar
Stel dat ik gewoon te laat in Brussel aankom. Dan heb ik geen trein meer naar huis. En dan moet ik ofwel een taxi ook. Of moet mijn moeder me naar huis brengen. Of kom halen beter. En die vindt dat dan niet heel leuk of zo. Maar ja. Als het moet, dan moet het. Het is zelf wel die taxi nu naar Rotterdam. Want later zei mijn moeder ook van... Ik had eigenlijk het bonnetje moeten vragen aan die taximan. En dan kon ik naar de NMBS stappen van... Kijk, we hebben wel een taxi extra moeten nemen. Kunnen we die kosten niet recupereren? Normaal zijn ze dat verplicht. Maar ze zeiden toen ook van... Ja, er komt een NS-bus langs en... Ik ga jullie oppikken, maar dat gaat nog een half uur duren. En bla 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 bla. Ja. En wij moesten dan nog maar naar Den Haag, weet je. Als je dan naar Rotterdam...